Maar we gaan nu weer luisteren naar een verhaal. Alexander Garschagen is wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het CIRAN. En ik zeg het nog maar één keer voluit. Centrum voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland. En hij is als promovendus verbonden aan het Radboud MC. Nou, daarvoor zat hij in de verzekeringsbranche. Ook niet oninteressant, waar hij onder andere te maken had met ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hij is opgeleid in methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en bedrijfseconomie. Alexander. Ja. Hoe krijg ik de sheets rond? Oh god. Ja, ik heb een verhaal vanmiddag waarin ik u de resultaten van de CIRAN-behandeling ga vertellen. En daarvoor leg ik een aantal dingen uit over de behandeling zelf. Maar in die titel besloten ligt natuurlijk eigenlijk ook een verband. Want eigenlijk zeggen we, er is een verband tussen het resultaat en de behandeling. En voor dat laatste gelden in de wetenschap nu helemaal strenge regels. Dus daar ga ik als eerste, loop ik daar kort met u doorheen. Daarna heb ik het over de behandeling, de resultaten, bij wie en hoe gemeten. Ik heb het over de resultaten zelf, ik kom weer terug op dat verband. En trek daarna een aantal conclusies en doe een aantal aanbevelingen. Vooraf nog even het volgende. De data die ik laat zien zijn nog niet gepubliceerd. Ze zijn verstrekt door patiënten die bij de behandelovereenkomst een privacyovereenkomst hebben getekend. Dus dat leidt ertoe dat wij ze mogen gebruiken. En als laatste, ze zijn nog onderwerp van een audit. En ik kan u verzekeren, dat is wat anders dan wat de heer Bomhoff daarnet zei over data die beklopt en bekeken zijn. Dit is een serieus proces wat door een externe partij wordt uitgevoerd. Als je in de wetenschap het hebt over... Waarom doet hij het nu niet? Als je het in de wetenschap hebt over een bewijs, dan heb je het eigenlijk over een effect. En het effect is een verschil tussen een interventie en een controle voor een behandelgroep die willekeurig verdeeld is over de experimentele arm en de controlearm. En dat wordt gedaan om zeg maar, de werking van verstorende factoren, zoals selectie, natuurlijk verloop van herstel en een natuurlijke regressie naar het gemiddelde van endscores, die voor de behandeling vaak hoger zijn dan na de behandeling, daarvoor te corrigeren. Het verschil wordt uitgedrukt in een maat, in een getal, wat het gemiddelde verschil is. En dat verschil moet dan groot genoeg zijn om toeval onaannemelijk te laten zijn. En die effectstudies, bij elkaar heten dat randomized controlled trials, die vormen bij elkaar een gegradeerd vorm van bewijs, grade 2. En worden die bij elkaar gepoeld in een verzameling van studies, dan heet dat een grade 1 evidence. En die zijn ook te zien als een verzameling van eigenlijk steekproefonderzoeken. Dan druk ik weer even voorzichtig op de knop om te kijken wat er gebeurt. Er gebeurt weer niks. In de klinische praktijk hebben we de luxe van zo'n controlegroep opzet niet. Dus je moet het doen met observationeel onderzoek. En om dat aan te pakken moet je eigenlijk zicht hebben op die verstorende factoren die ik daar straks noemde. Je moet het resultaat laten volgen op de behandeling. Je moet het resultaat zien dat het varieert met de behandeling. En je moet ook weer kunnen vaststellen dat het verschil tussen de voor- en nabehandeling groter is dan door toeval aannemelijk is. Ik heb er wat moeite mee met de techniek vandaag. Dit staatje helpt ons bij het zicht krijgen op de verstorende factoren. U ziet de RCT-pool, dat is een verzameling grade 1 evidence van 41 studies uit de multidisciplinaire back revalidation voor chronisch lage rugpatiënten, waar CIRAN er ook een groot aantal van heeft. En die zijn vergeleken op het onderdeel pijnintensiteit. En pijn, zoals u weet, pakt zeg maar, de aandacht vast en zorgt ervoor dat je in denken en doen van het zeg maar, gaat dysfunctioneren. Op de x-as zie je dat gestandardiseerd verschil.
loopt het van 2 tot min 2. Je ziet 3 horizontale stippenlijnen. 0 is geen verschil. Min 0,8 en plus 0,8 duidt op de grens tussen klein en groot verschil. En wat je eigenlijk ziet is, en boven de horizontale lijn zie je de totaal gepoolde studies van uit die multidisciplinaire Beckery Validation. Je ziet daar een effect van 0,62. En daaronder zie je de effectgroottes in vermindering van pijnintensiteit bij CIRAN. En daar zie je hogere cijfers. Nu de vraag is, wat voor conclusies kan je er eigenlijk uit trekken? Eerst is wat je zou kunnen zeggen, dat het behandeleffect van de klassieke revalidatie voor deze categorie patiënten betrekkelijk gematigd is. Dit is de meest recente state van evidence en veel meer valt daar uiteindelijk niet over te zeggen. Het tweede wat je zou moeten zeggen is dat de omvang van het medisch bewijs, wat ik heb u net laten zien, die studies in totaal gaat over 2100 patiënten, die bij CIRAN gaan over 4000 patiënten. Dus de omvang van het geaccepteerde medische bewijs is niet al te groot. Dat van CIRAN is eigenlijk groter. En als derde zou je moeten zeggen, nou, dat is natuurlijk onaannemelijk als je deze effectverschillen bekijkt, dat die werking van die verstorende factoren bij zowel CIRAN als bij die andere studies heel anders zouden uitvallen. Dus er is een sterk verschil bij CIRAN op het gebied van pijnintensiteit. En de conclusie moet dan ook zijn dat CIRAN beter heeft met de behandeling voor deze groep van patiënten. Ik ga nu door naar de behandeling zelf. En CIRAN heeft als revalidatieinstelling het doel om patiënten gezonder te maken. En er zijn natuurlijk allerlei definities van gezondheid. Ik heb er 3 opgelijst. De belangrijkste staat natuurlijk onderaan. Dat is die van CIRAN zelf. En in die definitie onderstreept eigenlijk je zou kunnen zeggen, een functioneel dynamisch perspectief op gezondheid. En benadrukt een evenwicht wat voorkomt uit een vorm van toch mentale autonomie. Die mensen in staat stelt om te gaan met tegenslagen. De goede beslissingen te nemen vanuit zelfvertrouwen en energie. En openstaan voor anderen en ook anderen kunnen bijstaan. En die elementen bij elkaar is wat eigenlijk bij ons spiritualiteit wordt genoemd. En u ziet eigenlijk het verschil met de definitie van de WHO, die nog steeds geldt, die een hele statische, welhaast utopische situatie schetst. En die van mevrouw Huber, die vorig jaar erover op is gepromoveerd en die veel opgang doet in de medische wereld. En die eigenlijk zegt, nou ja, het gaat, er is een functioneel en er is een dynamiek, maar de bron waaruit dat voortkomt wordt eigenlijk niet benoemd en ook niet geadresseerd. Mensen die bij CIRAN komen zijn per definitie eigenlijk ongezond. Ze zijn sterk ontregeld in het denken en in het doen. En ze dysfunctioneren en ze hebben naast hun pijn en hun vermoeidheid en zijn ze eenzaam, depressief en lichamelijk verstart en ook fysiek eigenlijk gedeconditioneerd. Dit zijn gemeenschappelijke noemers uiteraard, want iedereen heeft daaronder toch wel zo zijn eigen verhaal. Maar ik zie dit natuurlijk alleen vanuit een data en op een hoger niveau. De doelen van de behandeling, die zijn bevordering participatie, het verhoogd inzicht krijgen in de kenmerken en achtergronden van het klachtenpatroon en het verbeterd fysiek functioneren en ook verlaging van die symptoomlast. En het doel daarachter is natuurlijk, zeg maar, op weg weer terug naar een herstel van evenwicht, wat ik daar straks heb omschreven. Die behandeling, die vindt plaats in een multispecialistisch programma waar trainingen, therapieën en gesprekken over waarden en doelen centrale onderdelen zijn. En met die 3 terreinen proberen we eigenlijk de patiënt te raken in lijf en psyche, in overtuigingen en verwachtingen en in de leefwereld. En multispecialistisch in dit verband is eigenlijk de filosofie die vanuit gaat van een behandelfilosofie onder 1 dak. Alle behandelaars werken vanuit 1 centrale gedachte. De organisatie heeft ook de middelen om, zeg maar, de afstemming te regelen vanuit die centrale filosofie. En er is ook een, zeg maar, een wetenschappelijke affiliatie. Nou, ik heb nu de behandeling besproken.
En ik kom nu toe op het onderdeel zeg maar gebruikte gegevens. En eigenlijk moet je dat op twee manieren bekijken. Behandelaars hebben natuurlijk de neiging om te zeggen, ja, je moet alleen kijken naar de mensen bij wie de behandeling hebben afgerond. Want daar zie je het zuivere netto effect. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Daarnaast moet je natuurlijk ook zeggen, ja, er zijn mensen die gestopt zijn in of voor of tijdens de behandeling. Daar is ook iets mee aan de hand, want die zijn eigenlijk wel toegelaten tot de behandeling. Dus ik heb in de verdere analyse eigenlijk bekeken de bruto kant, om het maar even zo te zeggen, de mensen die zijn binnengekomen voor wie die indicatie is gesteld, en de mensen die de behandeling hebben afgerond. En daarvoor aan de informatie hebben we gebruikt medische, psychologische en fysiotherapeutische testen die allemaal zeg maar gevalideerd zijn. De gebruikte gegevens en methoden heb ik net al verteld hoe we die beleggen. En we hebben eigenlijk drie maten. De eerste is de index voor gezondheidsbeleving en participatie. En u begrijpt, die heeft twee statussen. Is hij groen, dan is het verbeterd, dan is hij goed. En is hij rood, dan is hij gelijk gebleven of slecht, dan is hij slecht. Bij de terugkeer naar werk en arbeidsverzuim is het volledig hervat, deels hervat of niet hervat. En vervolgens symptoomintensiteit, dat zijn eigenlijk pijn, vermoeidheid, sociaal functioneren en functionele coördinatie, dat soort zaken, die moeten allemaal gaan verbeteren. U ziet nu het aantal patiënten waarover de berekeningen hebben uitgevoerd. In totaal 7663 patiënten die verwezen zijn in de jaren 2013-2014. En 6397 hebben die behandeling afgerond. En de groep die geen indicatie heeft ontvangen, is een groep die, waarvan je zou kunnen zeggen, ja, die is te licht voor de huidige vorm van revalidatie zoals ze die hebben gesteld. Maar die, dat zal ik straks laten zien, rond de duur van behandeling is er nog wel iets voor te zeggen om die groep toch apart te bekijken via een soort stepped care benadering. Dan naar de cliënten. Twee hoofdpatronen hebben we, vermoeid en pijn en vermoeid. Die scheiding hebben we eigenlijk niet gedaan op basis van een objectief criterium, omdat dat er niet is. Er zijn in de medische wereld minimaal 28 klassificaties om pijnen en vermoeidheden te rubriceren. En de aanbeveling, in ieder geval vanuit de wetenschap, is gebruik er maar meerdere, dan komt het goed. En Ciron gebruikt eigenlijk het tweede, die gebruikt een prognostisch element en ook een element wat toegesneden is op de behandeling. Nou, behalve de kenmerken op het bord, relatief meerderheid vrouwen, gemiddelde leeftijd 44, middel tot hoogbaar opgeleid, ook een ruime meerderheid betaald werk, heeft 69% een gezondheidsklacht duur langer dan een jaar, bij andere problemen 51%, medicijnengebruik 70%, co-interventies 54% en veel tot zeer veelvuldig zorggebruik, 86%. De resultaten, 70% bruto, 84% netto is verbeterd. En gelijk blijven of verslechterd, 30 dan wel 10. Terugkeer naar werk, 44, 33, 23. En u begrijpt, groen is oké, het fale groen is deels oké, daar zijn we nog niet helemaal tevreden over en rood is absoluut niet goed gegaan. Waardoor dat komt, weten we nog niet, dat zijn we aan het uitzoeken. Het is zo dat bij de groep vermoeid dat de behandeling beter aanslaat. Dus dat de groep mensen die vermoeid is, zonder pijn daarbij, beter reageert op de behandeling. Dan de symptoomlast. Je ziet, 45% is verbeterd bruto op fysiek functioneren, 53%. Die de behandeling hebben afgerond. En bij de symptoomlast zie je SMD, dat is het gemiddelde verschil waar ik het daar straks over had, zie je een getal van 1,32. Nu zult u zich misschien herinneren, ik heb gezegd, alles boven de 0,8 is een groot verschil, alles daaronder is een kleiner verschil. Dus dat duidt op een groot behandeleffect, wat ook statistisch significant is, wat wil zeggen, toeval is onaannemelijk. Het tweede wat natuurlijk belangrijk is en waar we intern ook naar aan het kijken zijn, is dat we zien dat de groepen responders, dus de mensen met een positieve reactie op de behandeling, verschillen. Je ziet binnen de groep vermoeid, zie je eigenlijk twee groepen. De meeste mensen reageren
zeer positief op de behandeling. 48% en 41%. En bij de cluster mensen met pijn en vermoeidheid zie je als het ware meer een bimodale reactie, waarbij de groep die te splitsen valt in de groep die uitgesproken verbetert, met een cut-off score van 30% of meer verbetering, wat klinisch significant genoemd kan worden, en een cluster met matige verbetering. Nou, dat zijn eigenlijk de resultaten. En ik kom nu op een onderwerp wat favoriet is bij onderzoekers, maar misschien minder bij behandelaars, want die gaan natuurlijk vanuit dat er een verband is tussen de behandeling en wat ze doen en het resultaat. Maar als onderzoeker heb ik aan het begin al uitgelegd, daar moet je toch even op een andere manier naar kijken. En u ziet een resultaat van een verbandsberekening. Die verbandsberekening legt op de x-as uit het gemiddelde verschil opgeteld, waarbij de factor 10 aan de rechterkant duidt op een grote verbetering en min 10 aan de andere kant duidt op een verslechtering. En op de y-as ziet u de berekende kans op het belanden in de status verbeterd als uitkomstmaat, verbeterd in gezondheidsbeleving en participatie. Wat je uit de grafiek ziet is dat er een heel sterk verband is en dat geslacht, leeftijd, het hebben van een arbeidsconflict of een letselschade of gebruik van medicijnen en co-interventies, dat die niet bijdragen aan een verhoging of verlaging van de kans. Dat verbetering op fysiek functioneren, op verbetering op symptoomlast en het teruggaan tussentijds naar werk sterk bijdragen aan een verbetering van gezondheidsbeleving en participatie. En dat de duur van de behandeling, maar ook het hebben van een uitkering, een wat verlagend effect heeft op het effect. Nou, dat brengt mij uiteindelijk tot de conclusies en aanbevelingen. Ik heb het gehad over de regels van medisch bewijs. Ik heb eigenlijk laten zien dat verstorende factoren zeer aannemelijk uitgeschakeld kunnen worden bij deze behandeling. Dat de behandeling eigenlijk ook voor het resultaat gaat en dat er sprake is van sterke verschileffecten gemeten in de scores voor en na. En ook dat er sprake is van een sterke verband tussen verbeteringen aan de ene kant en de kans op herstel aan de andere kant. Dus de conclusie is dat het zeer aannemelijk is dat het sterke effect het gevolg is van de behandeling. Natuurlijk moet je dan weer wat slagen om de arm hebben. Dus de causale mechanismen die vanochtend zijn besproken door Chris en door Richard Davidson, die kan je niet adresseren met deze dataset. Je mag als onderzoeker ook nooit helemaal uitsluiten dat er nog andere verstorende factoren zijn waar je niet aan hebt gedacht. Maar desalniettemin zijn dit toch betekenisvolle resultaten. Het behandeleffect op participatie langer termijn zijn we nog aan het onderzoeken. Maar bij elkaar is het toch, vinden we, stevig genoeg om met een paar aanbevelingen te komen. Die zijn eigenlijk dat participatie in zorggebruik de goede resultaatmaten zijn. Dat het in Nederland op een of andere manier toch nog steeds heel erg moeilijk is om een transparant beeld te krijgen van hoe de verschillende zorgaanbieders opereren op dat vlak, wat de resultaten zijn. En dat het dus daarvoor goed nodig en handig zou zijn om benchmarks te definiëren en openbaar toegankelijk te maken. En vervolgens ook om zorgcontractering, een beetje een variant op het verhaal van de heer Bomhoff, te koppelen aan de resultaten die zorginstellingen boeken op die benchmarks. Dus dat leidt er eigenlijk toe dat je op die punten in een setting komt die in ieder geval de publieke functie die wij hebben als zorgaanbieders, maar ook eigenlijk als zorgverzekeraars, transparanter laten zijn, beter laten werken en uiteindelijk de zorg voor de patiënten verder kunnen verbeteren. Dat was mijn verhaal. Dankjewel. Ik heb ook een paar vragen. Ja. Uit de zaal. Siraan houdt wel van selectie aan de poort. Dat vertroebelt de resultaten, zegt iemand. Nou, daar ben ik het niet mee eens. De selectie aan de poort is zo dat mensen die een te lichte problematiek hebben in termen van pijn, vermoeidheid, dysfunctioneren,
dat die niet door de behandeling heen komen. Daar moet je namelijk een indicatie voor hebben. Je moet een betrekkelijk zware problematiek hebben om in zo'n zwaar programma terecht te komen. Oké, okay, dus je valt alleen af als het niet ernstig genoeg is? Ja, dat is eigenlijk de kern. Oké, okay. Nou dan denk ik dat de kritiek inderdaad... Het tweede is, er kwam vanochtend een opmerking voorbij over dat Chiron alleen kijkt naar het functioneren. Hè? Maar dat is dus niet zo. Het gaat dus eigenlijk ook om de gezondheidsbeleving en de participatie. Dus het is breder dan alleen functioneren sec. Ja. Hoe worden onderzoeken meetbaar gemaakt en kan er geen bias ontstaan als geldstromen afhankelijk zijn van resultaat? Geldstromen afhankelijk van resultaat. Nou, ik denk dat het er kan altijd natuurlijk bias ontstaan. Maar wat je natuurlijk in de wetenschap probeert is de methode helemaal duidelijk en helder te maken. Je legt die voor aan collega's in een tijdschrift die er met een pen en papier en van alles nog wat overheen gaan. En voordat het wordt gepubliceerd moet je echt van goede huizen komen. Dus het is geen licht proces, wil ik maar zeggen. Dus, dus in die zin zijn die stromen, ik denk dat dat uiteindelijk nog wel meevalt. Wat je wel ziet, wat Chris ook vanochtend zei, is dat de onderzoeksenergie wordt wel voor een deel gestuurd door de geldstroom. Maar dus de farmacie heeft een enorme wereld van bewijs voor de werking van haar middelen. De revalidatiesector zit op een paar studies maar. Ja, dus uiteindelijk is dat heel vreemd als je kijkt naar de omvang en de complexiteit van de problematiek. Ja. Ja. Zijn er karakteristieken te geven van de mensen die gestopt zijn? Waarom doen ze dat? Weten we dat? Ja, dat weten we. Daar zijn we ook naar aan het kijken. Wat we eigenlijk zien is dat jongere mannen met een lagere opleiding in een uitkeringssituatie minder goed reageren op de behandeling. En we vinden dat eigenlijk niet zozeer een gevolg van de behandeling, want die mensen zitten ook in de behandeling en dragen ook bij het goede resultaat. Maar het is meer het onvermogen vanuit de behandelaars om vertrouwen te genereren bij die categorie van personen, dat die behandeling voor hun het goede verhaal is. Er zit iets meer over. Is dan, zal ik maar zeggen, ik doe even een beetje zwart-wit, hè? Dat praat altijd makkelijk. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, psychotherapie is meer geschikt voor wat hoger opgeleide mensen. Want het is een praattherapie. Nou, is dit, kan je ook zeggen... Dat is dus niet zo. Nee. Want ik heb ik wil die sheet wel even nog terughalen als het moet. Maar ik heb in die covariantieberekening laten zien dat het effect van opleiding bij de groep pijn en vermoeid, wat op een aantal punten de zwaarste groep is, niet bijdraagt aan zeg maar een kansverschil op het resultaat. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat mensen met zowel een lage opleiding als een hogere opleiding een even grote kans hebben op dat herstel. Maar waarom zijn dan de karakteristieken van de afvallers toch laag opgeleide mannen? Nou, dat zit hem dus niet in uiteindelijk het resultaat wat met de behandeling wordt geboekt. Want het resultaat wat met de behandeling wordt geboekt is per definitie heeft betrekking op de mensen die de behandeling hebben doorstaan. Ja, als ze blijven. Als ze blijven. Maar waarom vallen ze dan af? Ja, dat heeft te maken denk ik met een situatie dat we onvoldoende in staat zijn om het vertrouwen bij die patiënten te genereren dat deze behandeling, die niet overigens alleen psychotherapie is, maar ook, zeg maar... Nee, dat zeg ik helemaal niet hoor, dat was maar een vergelijking. Die drie dimensies raakt, dat we daar nog aan moeten werken om dat vertrouwen te verbeteren. Oké, okay. Dat is een punt bij jullie. Ja, absoluut, want dit onderzoek wordt natuurlijk ook intern gebruikt bij de medische staf om zeg maar te kijken hoe we dit allemaal verder moeten verbeteren. Ja, heel goed. Oké, hartelijk dank. Okay. Dankjewel. Dank je wel.